opstellingen. Roda wil zich in de volgende opstelling revancheren voor de 3-1 nederlaag van zaterdag tegen de Go Ahead Eagles. Nascimento begint in de dit keer in de basis en Trost op de bank. De licht geblesseerde Hofstede doet toch mee. En NAC, dat al 2 maanden ongeslagen is, mist de geblesseerde Brood. Voor hem in de basis Gesthuizen. En Van Buurik krijgt de voorkeur boven Van Bremen. Het commentaar bij de beelden vanuit Breda krijgt u van Theo Reitsma. Over Peter Hofstede bestond evenals afgelopen zaterdag enige twijfel. Zou hij wel of niet starten voor deze wedstrijd? Dat was de vraag voorafgaande. Wel, Hofstede is gestart en dit is de eerste overtreding van de wedstrijd. Een overtreding ten opzichte van Babangida. Dat geeft Van der Leur de gelegenheid om zijn eerste vrije trap te nemen in de richting van Hofstede. Babangida. Maar er kwam niemand bijtijds naar voren van Van Galen of Huiberts. Van der Leur. Daar staat Huiberts, achterin. Teruggekopt, dat kan inderdaad, Sas. Zo geeft Roda JC in de eerste 5 minuten van deze wedstrijd geen ruimte. Integendeel, het druk nakt volledig vast. Daar rondom het strafschopgebied. Hofstede. Ja, hij moet zelf of doet Huiberts het dan? Want die doet het. 1-0. Of stond hij buitenspel? Ja, want die pikt hem op. En die had er dus af moeten blijven eigenlijk. Daar heeft de scheidsrechter gelijk in. Achterin gaat Huiberts. Komt hij? Hofstede raakt hem niet aan, raakt de bal niet. Ingooi voor Roda, terecht. Wilders als laatste. Van der Leur, achterin Huiberts. Hofstede. Daar ligt hij, Van Galen, maar hij kan er niet meer bij. Hij komt dan ook een beetje met een gestrekt been in, lijkt mij. Waardoor daar een blessure is. Het spel gaat verder. Hofstede. En nu zal Karel zo ongetwijfeld blessurebehandeling vragen. Er wordt flink veel pijn verbijten van Burk. Ruim 20 minuten zijn er gespeeld. Vrije trap van NAC in de richting van Lokhoff. Daar is Lammers ook voorin. Remy. Pierre van Hooijdonk staat leuk op het ogenblik. En dit kan natuurlijk ook veel makkelijker eigenlijk. Vooraan is het gewoon raak via Lammers. En het is 1-0 voor NAC. Dat is heel soepeltjes afgestraft. Aardig opgepikt door Remy. En dan is het verder een fluitje van een cent. Zo lijkt het zoals NAC het uitspeelt. En Stevens, woede, gaat uit. Ik dacht Van Galen. Dit is de fout. Ja, achterin komt daar het probleem voor Luipers. Maar die is in de problemen gebracht. En dan is het bij de eerste paal Lammers die scoort. Senden. Lokhoff. Mannetje op links, mannetje op rechts. Mannetje op rechts is Van Hooijdonk. Remy. Lokhoff. Overtreding. Remy. Dat is een aardige trap weer. Een hele lekkere trap. Ja, dan is het weer raak. 2 minuten later. Nu Van Hooijdonk. Maar het is vorstelijk voorbereidend werk tot 2 keer aan toe van Peter Remy. Hopeloos zit hij daar, waterreus. En het hopeloze komt tot stand na deze lekkere voorzet. Binnenkant voet, lekker terugdraaiend. En daar staat hij, afronden geblazen. Van Hooijdonk maakt het af op de manier zoals de spits doet. En die wordt zo langzamerhand gek natuurlijk, Stevens aan de kant. De trainer van Roda. Ja.
Ja, dan speelt men toch echt 1 tegen 1 daarbij naar achterin. Nu buitenspel gegeven. Ja, en dan krijg je van die momenten waarop Roda in vuur en vlam geraakt. Want, zegt men, Ibamagide is alleen maar vreselijk snel. En op het moment van spelen, want daar gaat het om, was hij er nog niet. De grensrechter aarzelt geen moment. Het is aan zijn kant, het is op zijn gebied. Gesthuizen. Daar is nog niemand vandaag. Van Hoogdalem. Babagida, niet buitenspel. Van der Leur dan. Dus wel daar. 2-1 en er komt geen fluitje en geen vlag tussen. 2-1 dus. En Van der Leur schiet die bal er aardig in. Over de keeper zo heen. Babagida wachtte dat af. Die zag hoeveel moeite Wilnis had om die bal te zullen koppen. Brusselers. Van der Leur. Brusselers weer. Van Hoogdalem kan hij niet halen. Hier is hij. Van Hoogdalem. Uibersen. In het midden Hoofdstede. Bal moet komen. Hoofdstede. Hij moest erin schieten, want het was zijn enige kans. Dat Van Burk het gaatje leek te dichten. Vlak voor rust. Ging net niet voor Hoofdstede. Zonder van en Lokhoff. Brusselers maakt het breed. En zorgt dus voor ruimte. Gesthuizen. Brusselers. Van Hooijdonk. Dat lijkt me dat hij daar zijn tegenstander met een arm, met een elleboog neerlegt. Het spel gaat verder. De kans komt voor Van Hooijdonk. Ik kan hem niet benutten omdat Van Galen in de weg staat. En de man die nog altijd op de grond ligt hier is Van Hoogdalem. Die werd wel degelijk weggezegd door een elleboogstoot. Daar gaat Babagida ondertussen, dat is Hens. Buiten het strafschopgebied gaan zetten, daar geeft hij een vrije trap voor normaal gesproken. Hij wordt nu belaagd omdat hij dat kennelijk niet zag, hoe Karelsen dat deed. Babagida gaat verder en het is nu een hoekschop. Daarna moet Babagida nog maar eens even rustig naar de scheidsrechter toe om in zijn bewoordingen te gaan vertellen dat Karelsen wel degelijk de bal met de handen speelde buiten het strafschopgebied. Hier. Kijk maar. En daar hoor je een vrije trap zeker voor te geven. Babagida profiteert weer daar in het midden. Wilnis raakte als laatste die bal hoekschop. Van der Leur, dus weer een hoekschop van hem. Hofstede met Van Hooijdonk die daarachter komt bij dit soort situaties. Van der Leur. En dat is Van Hoogdalem. Knappe omhaal. Sas. Zonder Van Hooijdonk. Bewegelijk. Zonder Van, hoekschop. Bij de 35, deze speler. Het middenveld van NAC spelend samen met de 34-jarige Lokhoff. Maar dat alles dan onder de regie van Ronald Spelbos. Die wat trek heeft om bij deze ploeg door te gaan. Van Hooijdonk. Ja, misschien stond hij een beetje in de weg, Lammerts. Maar daarna kreeg hij zelf nog zijn kansje naast. Dan kruipt Lammerts daar naartoe. Ja, de bal was trouwens niet hard genoeg van Hooijdonk om in één keer een kans te maken. Zenden van der Leur. Hofstede. Vasthouden. Ja, terecht die vrije trap. Nou heeft Van der Leur met zijn vrije trappen nog niet echt gaatjes gevonden.
Luipers zou nu ook zijn kans kunnen zoeken. Nee, Van der Leur toch maar. Van Hoogdalen. Aardige uitvoering op de doellijn. Weer Van Hooijdonk. En toch lat. Van Hooijdonk. Mis, mis. Iedereen mis. Van Gaal ook. Ja, die kon er niet meer bij. Rond de 18e minuut van de tweede helft. Van der Leur. Redding even. En dan de kluts, kluts. Van Galen krijgt hem niet goed. Ook Hofstede niet. Karelsen heeft de mazzel. Niet met hoge tempo gaat er natuurlijk wel eens wat fout. Zonde van. Huibers. Die weet niet mee. Althans iets van de tegenpartij. Zonde van. Desondanks Babagida. Nu. Karelsen. Goed geplukt. Goede reactie van de doelverdediger van NAC. Babagida hier in het midden. Vallen, opstaan. En weer doorgaan. En dan Karelsen. Van der Leur. Van Galen. Babagida. Hofstede eroverheen. Nou, anders had hij moeten zitten. Hij denkt.